Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Leuk dat jullie weer kijken en ik neem jullie vandaag lekker mee. De dag is niet echt heel lekker begonnen. Ik werd vanochtend wakker en gewoon dingen gedaan nog. Tanden gepoetst, opgemaakt, opgefrist. Ja, opgemaakt, gewoon opgefrist. Want ja, dat. En toen ben ik met mijn schoonmoeder naar de voetbalwedstrijd van mijn vriend gereden. Want die had vandaag een wedstrijd. Alleen het andere team waar hij tegen moest is niet komen opdagen bij hun. Dus die wedstrijd is afgelast. Gisteren was er een steekpartij in Nijmegen. Voor de fietsenstalling waar ik mijn fiets heb staan. Dus ik kon gisteren na werk ook niet met de fiets naar huis. Dus ik ben bij mijn vriend achter op de scooter gegaan. Want dan moest de scooter weer bij mijn moeder afzetten. Want mijn moeder die moet maandag gewoon weer werken. En wij hadden die geleend omdat ze op vakantie was. En toen heeft mijn schoonvader ons opgehaald en bij zijn moeder afgezet. Maar ja, die moet ik dus vandaag nog ophalen. Maar het gaat vandaag de hele dag regenen. En ik zit echt te wachten van, ik hoop gewoon dat het ergens droog wordt. Dat ik de fiets kan ophalen. Maar dat is dus nog niet echt het geval geweest. Dus die heb ik nog niet kunnen ophalen. En het is echt kloot weer gewoon buiten. Dus dat heb ik nog niet echt kunnen doen. En ik heb nog niet echt wat kunnen doen. Dus dat is heel jammer. Want anders had ik het graag voor jullie natuurlijk gefilmd. En nog jullie meegenomen daarin. Dus ja, dat is dus mijn verhaal. Van gisteren en nu. Alleen mijn fiets is dus nu gemarkeerd of zo. Dat die daar mocht overnachten. Normaal gesproken moet je daarvoor betalen voor een overnachting. Ja, niemand kan natuurlijk wat aan doen dat die steekpartij daar was. Ik vind het wel heel sneu voor de familie. Want ja, die persoon is wel overleden. En het is door een 17-jarige gebeurd. Dus ja, ik weet niet waar de wereld helemaal heen gaat. Zo jammer. Maar ja, daar kunnen we niks aan doen. Helaas. Maar ja. Ja, je hoopt toch dat het wel weer goed komt. Maar dat is helaas niet gebeurd. Echt heel sneu eigenlijk. Had dat nog meer te vertellen. Ja, we waren gisteravond al aan de kermis geweest. Maar ja, dat hebben jullie in de vorige vlog kunnen zien. Zaterdagavond. Oh, sorry. Mijn hand in deeltjes. Ja, ik heb net even een wasje gedraaid en opgehangen. En ik heb er nu nog eentje in zitten. Dus daar wacht ik nu even op. En ik wacht tot mijn vriend thuis is. Want die is nog steeds niet thuis. Dat een leuk vlog. Het begint lekker. Er is veel gebeurd, maar niet gevlogd gisteren. Helaas. Ik moet er echt nog echt aan wennen. Ook met hard praten en zo. Maar ik heb de telefoon best wel dichtbij mij. En letterlijk die microfoon zit aan deze kant. En die hangt best wel dichtbij me. Waardoor ik automatisch zou gaan praten. Omdat ik anders bang ben dat jullie me echt fucking hard horen. En ik kan ook nu op dit moment niet heel hard praten, omdat ik nog last heb van mijn keel of verkoudheid. En als ik hard ga praten, dan moet ik dus hoesten. En dat is niet zo heel fijn. Ik ben tegen jullie aan het hoesten. Ook een leuke vlog. De hoestvlog. Nee, oké. Ik ben allemaal bullshit aan het praten. Ik neem jullie vandaag lekker mee, dus blijf lekker kijken. Nou mensen, zoals jullie net hebben gezien, ik was even benieuwd naar of het echt werkte. Met die McDonald's van klein naar medium, of er net zoveel in past. Aangezien ik heel vaak van die filmpjes zie dat helemaal niks uitmaakt. Of je een klein of een groot frietje neemt bij de McDonald's. Maar het viel me echt heel erg tegen eigenlijk, want de medium bak zat eigenlijk helemaal niet vol. En ik kon nog helemaal geen frietje op niks. Dus eigenlijk is het niet helemaal waar. Ja, en trouwens, het verschilt ook natuurlijk net per een zakje of dingetje die je krijgt. Want diegene vult hem. En het ene frietje is langer, de andere weer korter. En ja, zo gaat het maar door. Daarna heeft mijn vriend, dat was dus mijn mening. Nou ja, daarna heeft mijn vriend mij afgezet in de stad. Want ik moest mijn fiets ophalen vanwege gisteren, wat jullie vanochtend hebben verteld.
En ik was aan het wachten tot het droog werd. Maar het werd dus helemaal niet droog. Dus ik had geen keus. Ik moest wel. En ja, nu ben ik lekker thuis. Van de regen. En nu ga ik even lekker een warme douche nemen. Want dat heb ik wel verdiend. Nou mensen, ik heb ondertussen lekker gedoucht. Ik heb haar even een vlechtje gedaan. Het ziet er wel niet uit. Maar ja, boeien. En wij gaan zo meteen even lekker eten. Als mijn vriend terug is van personal training. Ik ben niet tevreden met deze vlecht. Ik vind het niet mooi. Nee. Ik ben het er niet mee eens. Ik kon liever zo'n vlecht die gewoon in het midden van je hoofd loopt. Alleen ik kan dat dus niet. Ik ben er niet handig genoeg voor. Dus ik moet mijn telefoon in oplader doen. En dan gaan we zo lekker eten. Nou mensen, we hebben het lekker gegeten. En ik heb een lekker ijsje. Die ga ik nu eten. En ik ga bij deze ook lekker de dagvlog afsluiten. Dus bedankt voor het kijken naar deze dag. En tot morgen. Doei. Hoi allemaal, welkom weer bij een nieuwe dagvlog. Ik heb gewerkt vanmiddag. Ja, vanochtend. Van 10 tot 2. Daarna ben ik naar huis gefietst. Wilde ik mijn nagels doen. Alleen ik moest ook nog een afspraak maken bij de dokter. Vanwege het hoesten en mijn buik. Want die deed gisteren altijd heel veel zeer. Dat komt. Ik heb een nierwegontsteking. En het kan nog ongeveer nu nog 4 weken duren voordat ik helemaal fit ben met na die longontsteking. Ja, en ik ben nu bij mijn moeder. Met mijn mondje weer. Dat zie ik ook weer vandaag. En ik ga nu even mijn nagels doen. Want gisteren heb ik al mijn nagels eraf gehaald. Want ik wilde weer nieuwe en ze begonnen allemaal weer los te zitten. En ja, dat is wat ik nu ga doen. Dus dit is een before. En dadelijk zien jullie after. Wacht, even deze hand ook zo. En daarna zien jullie after. Nou mensen, ik heb mijn nageltje weer af. Kijk, dit is de ene kant. Ik heb gewoon lekker French gedaan. En de andere kant. Het is trouwens op mijn eigen nagel. Ik heb dus geen acryl. Ik vel dat dus gewoon zo. Oh, ik weet niet of het zo beter is. Nou ja, boeien, maakt niet uit. Ik zet er nog wel een foto hierna in de vlog. En dan Oké, dat was geen goede zin. Ja, jullie weten het wel. Hierna komt gewoon een foto van mijn nagels. Makkelijk gezegd. Dus ja, ik ga nu even opruimen. En daarna ga ik lekker naar mijn vriend toe. Want we gaan zo lekker eten. Nou mensen, ik ben lekker bij mijn vriend. En wij gaan even lekker uit eten. Nou mensen, zoals jullie net hebben gezien, ben ik lekker uit eten geweest. En heb ik een lekkere pasta op. En lig ik ondertussen lekker in mijn bedje. Ik heb echt ijskoud. En ik ga bij deze ook lekker de vlog afsluiten. Dus bedankt weer voor het kijken naar deze dag. En dan zie ik jullie morgen weer. Morgen heb ik, ja trouwens, ik weet niet of jullie me morgen zien. Want ik heb morgen namelijk mijn tweede sessie EMDR hulp. Bij de psycholoog. Dus ik moet nog even kijken of ik morgen ga vloggen. Ligt er ook nog net aan hoe ik me voel natuurlijk. Ja, nou ja. Dan misschien tot morgen. En anders tot woensdag. Ja. Doei doei. Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe dagvlog. Ik ben net wakker. Ja, net niet helemaal. Maar ik ben ondertussen helemaal aangekleed. En wat ik nou echt heel zonde vind. Mijn leren broek gaat helaas een beetje kapot ofzo. En ik ben op zoek naar een nieuwe. Maar ik weet echt helemaal niet waar ik weer dezelfde ga vinden. Want of ze zijn met een rits. Of ze zitten niet zo lekker als dit. Deze broek doe je namelijk echt aan alsof je in een joggingbroek loopt. Terwijl het echt een nette broek is eigenlijk. Dus daar baal ik wel van. Ja, ik ga even mijn ochtendontbijtje innemen. Alle medicatie die ik in moet nemen. Nee, maakt niet uit. En daarna ga ik me even opfrissen, tandenpoetsen, haren doen. En daarna ga ik naar de psycholoog, want ik heb mijn tweede sessie. Toen heb ik dat gisteren ook verteld, dat ik dat vandaag heb. En ik weet niet hoe ik me vandaag verder ga voelen daarna. Dus kijk er gezellig met me mee. Nou, leuke achtergrond trouwens. Even mijn Apple Watch Cola aan het invoelen. Ja, dus dat. Het ziet er buiten trouwens wel echt heel mooi uit qua weer.
Dus dat is wel echt heel chill eigenlijk. Even mijn gezichtje doen. Wat erg dat een mens zo moe kan zijn. Niet normaal. Klink ook echt voor mijn eigen gevoel. Als je verkouden bent, klink je ook echt heel verkoud. Terwijl anderen dat misschien helemaal niet horen. Ik weet niet eens of jullie het horen bij mij. Maar, even kijken hoe mijn haar gaat doen. Ik denk gewoon in de knot. Want, ja, dit. Ik heb dus echt heel erg krulhaar van mezelf. Ik zal even kijken of ik ergens misschien een foto kan vinden. Wat mijn haar is. Qua krul. En dan hier. Nee, dan niet erin plakken. Maar misschien moet ik hierna even laten zien. Een fotootje. Als ik hem niet kan vinden, ja, dan. Dan merk je het vanzelf wel. Want er staat er geen foto naast. Zo. Of ik vergeet het helemaal op te zoeken. Dat kan ook. Dan staat hij er nog niet naast. Ja, ik heb dus. Heel weinig klitten, maar ik heb zo dik haar dat ik gewoon voel dat het lijkt alsof ik dus klitten in mijn haar heb. En dat is echt ontiegelijk erg haar. Oké, dit is lekker. Wat fijn om te laten zien. Manieus. Even kijken of het goed zit. Ja. Dan pak ik het gewoon zo lekker naar achter. Ik doe toch niet heel veel bijzonders vandaag. En dan draai ik het gewoon zo een paar keer rond. En dan blijft het er een beetje uit. Ik weet niet hoe die van achter zit. Maar. Lekker voeten. Kijk zo. Ik weet niet of ik een beeld. Ja, ik ben wel een beeld. Wie appt mij? Dus ja. Leuk, dan valt echt elk kind ook leuk stil te houden. Weet voor de rest ook niet. Ik heb mijn wimpers. Dit is echt natuurlijk het enige wat ik doe. Mijn make-up en mijn morning routine. Echt fantastisch. Manieus. En zo hebben we echt weer truien weer. Ik vind truien altijd zo lekker zitten. Ik ben weer blij dat het winter wordt. Maar ja, het is wel koud. Kon je maar gewoon een trui in de zomer dragen. Ja, kan wel, maar het is een beetje warm. Een beetje heel erg warm als het ook nog warm weer is. Ik heb één zomer gehad. Dat was volgens mij echt een paar jaar geleden. En toen was ik dus heel erg moe. En toen bleek het dus ook dat ik de ziekte van Pfeiffer had. Toen was ik echt super moe. En ik had het ook echt de hele zomervakantie echt super koud. Dus. Ik was alleen net dat ik echt super ziek was. En toen heb ik echt truien gedragen. Dat je echt dacht van, wow. Maar echt, dat was echt niet normaal. Er had echt een zomer bij dat ik zo'n periode had. Ik ging ook echt met een trui in bed liggen, omdat ik gewoon niet meer kon. Maar ik ben best wel een koude kleur, want ik heb vannacht ook gewoon weer met een pyjama aangeslagen. Nou, ik slaap in de pyjama. Anders hou ik het gewoon niet. Ik krijg mijn tanden poetsen en dan neem ik jullie mee naar beneden. Want dan ga ik lekker ontbijten. Ja mensen, ik ben weer lekker thuis. Ik ben vanochtend even in Dukenburg geweest. Zoals jullie hebben gezien heb ik lekker een broodje brie gegeten. En dan heb ik naar de psycholoog toegefietst. Ik kom er ook vanaf. Ik heb vandaag een korte EMDR hulpje gehad. Want we gaan de volgende week gaan we weer verder. Dus vandaar. Dus het was maar kort. Maar goed, maakt niet uit. Het heeft toch wel weer geholpen. En ik ben nu thuis bij mijn moeder. En de hond die is aan het eten volgens mij. Tyro? Nou, hier. En daar is de hond. En ik heb vandaag niet heel veel op de planning zoals ik jullie heb verteld. Ik ben even wat eten aan het opwarmen, want ik had toch wel honger. En het klinkt misschien heel raar, maar ik ben Rottie aan het opmaken. Het opwarmen, want dan hadden we nog in de vriezer liggen. Dus vandaar. Ik ga het lekker aanmaken.
Dus, ja, dat is het een beetje. Vandaar. Niet heel veel bijzonders. Ik ga dadelijk even mijn ogen dicht doen, want ik merk wel dat ik nog best wel kapot ben. Een beetje hoofdpijn. Dus vandaag een lekker rustig dagje. Dus kijk lekker mee voor wat ik ga vloggen vandaag. Jullie zullen je misschien wel afvragen waarom ik zo blij ben. Nou, ik ben gewoon heel erg blij met mijn psycholoog. Alle hulp die ik krijg. Het houdt me gewoon heel goed ter been. Dus ja, ik ben gewoon happy daardoor. En ook al heb ik nu hoofdpijn en ben ik moe door die EMDR. Het helpt mij gewoon zo goed. En daar ben ik gewoon blij mee. Ik ben gewoon trots op mezelf. En dat mag ook een keer gezegd worden, toch? Nou mensen, ik heb nu heel veel bijzonders gedaan. Ik heb vanmiddag even geslapen. Want ik was echt moe. We hebben net andijvie op. En dat was echt super lekker. Ik ga me dadelijk omkleden om naar bed toe te gaan. Het is namelijk al... Ja, het was 8 uur, maar ik ben nog best wel moe. Want vandaag heeft best wel heel veel impact gegeven. Ik was maar even. Ik ga nog wat dingetjes doen op het iPad. Wat dingen opschrijven. En dan gaan we lekker naar bed. Ik heb vandaag nog wel wat TikToks gemaakt. Mijn TikTok-account is volgens mij gewoon Gina van Eldik. Maar dat weet ik niet zeker. Hetzelfde als mijn YouTube-kanaal volgens mij. Dus als je het opzoekt, dan kom je bij mij terecht. Oh, echt raar dat ik het niet weet. Het gordijn ligt. Want het is toch al donker. Ja, bijna donker. En het is goed dicht doen. Dus kijk daar even op. Dat is wel even leuk. En like het ook even. En ja, dan ga ik lekker naar bed. Ik heb nog wat dingen opschrijven en daarna ga ik naar bed. Dus dan ga ik nu lekker de vlog afsluiten voor vandaag. En dan neem ik jullie morgen weer mee, want ik heb morgen wel wat leuke dingen op de planning staan. Dus ja, dat eigenlijk. Dus bedankt voor het kijken en tot morgen. Goedemorgen allemaal, welkom weer bij een nieuwe dagvlog. Ik ben net wakker. Ja, al wel aangekleed. Niet helemaal net. En ik ga hem weer even helemaal omkleden. Of helemaal klaarmaken. Zo, je kan merken dat ik net wakker ben. Ik ga vandaag namelijk wat leuks doen. Maar dat zien jullie dadelijk wel. Nou, ik heb nog steeds last. Maar lekker laten gaan. Even kijken. Wat ga ik doen vandaag? Nou, wat ga ik doen vandaag? Dat weet ik niet. Maar ik had er denk ik zo nog wat leuks. Moet je opmaken of niet. Maar daar heb ik geen zin in. Nou, ik kom zo weer bij jullie terug. Nou mensen, ik ben dus helemaal klaar. Ik heb dus echt helemaal niks gedaan aan mijn make-up of echt helemaal mooi gemaakt. Ik heb zo'n klein knotje achter. En dit is mijn outfit. Ja, ik ben heel eventjes ontbijtje aan het maken. Ik maak 2 afpakrijs, keizerbroodjes en een saisonbroodje. Want er lag er nog 1. En dan blijft die liggen en dan, ja, dat vind ik ook weer zonde. Misschien, geen idee. En dan maak ik nog roer ei. Dus helemaal eien klutsen. En dat doe ik er lekker op. En dan is het eigenlijk alweer klaar. Dus dat ga ik ontbijten. Ik zal wel even een filmpje maken als ik het hele ontbijt af heb. Als ik het niet vergeet, want vorige keer had ik het dus vergeten. Dus dat. Nou mensen, de roer ei is klaar. Het staat er wel lekker in. En dat broodje ook al bijna klaar. Nog 2 minuutjes, dus helemaal fijn. Nou mensen, dit is mijn ontbijtje. Ik heb een beetje mayonaise eronder, dan ei en dan met peper en zout. En dan kun je het er zo lekker op doen. En bij die hetzelfde. Goed. En dit is mijn ontbijtje. Nou mensen, ik heb lekker geshopt, zoals jullie net hebben gezien. En ik heb dit leuke Nike-shirtje gekocht. Het is een beetje een aparte kleur, een beetje blauw-groen. Ik heb deze trui gekregen van mijn moeder. Komt van Chica Babel. Met tekst. Zou ik daar nieuws gelezen. Die heb ik. En ik heb deze leuke broek. Deze.
van een New Yorker. Dus ja, dat is even mijn korte showlog. En ik heb nog even op het terrasje gezeten en ja, dat hebben jullie al gezien. Dus ja, even lekker gewinkeld. Nee mensen, ik heb lekker geshopt. Ik ben nu even een beetje aan het kijken voor een eigen plekje, omdat ik volgend jaar gaat mijn moeder verhuizen. Dus daar ben ik nu even op zoek naar. En ja, ik ga deze vlog lekker afsluiten. Want ik ga zo naar bed. Dus bedankt voor het kijken naar deze vlog. Dagvlog. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei. Morgen allemaal, welkom bij een nieuwe dagvlog. Deze dag gaat niet heel lang duren. Want ik moet vanmiddag werken. En ik ben net pas, ja net niet. Maar we werden om 9 uur wakker of zo. Het is nu 10:30. En ik heb vandaag mijn nieuwe outfit aan. Dus ja, dat. Ik ben nu even het ontbijtje aan het maken voor mijn vriend en voor mij. En ik ga nu even de vaatwasser uitruimen. En ik moet om 2 uur werken tot 6. Dus en vanavond ga ik waarschijnlijk niks meer doen. Dus ja, dat wordt een beetje de dag. Ik ben ondertussen met mijn schoonmoeder thuis. Ik heb vanmiddag bij mijn moeder nog even mijn nagel gerepareerd. Want die was kapot gegaan door mijn broek omhoog te trekken. Ik heb lekker gewerkt. En ik ben nu mijn avondeten aan het opwarmen. We eten rijst met kip. Dus dat is wel lekker. En ik maak er een kopje thee bij. Want daar heb ik echt zin in. Ik heb echt behoefte aan. Dus ik ga hem even vullen met water. Dus dan wil ik deze vlog ook afsluiten, want ik voel me echt gewoon brak. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze dag. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei. Nou mensen, welkom weer bij een nieuwe dagvlog. Ik ben ondertussen helemaal klaar. Want ik heb dat ik om 2 uur moet werken. En dan is de opa van mijn vriendje weg. En daarna dan heb ik nog een feestje. En dit is mijn outfit voor vandaag. Ik laat het nog even beter zien andersom. Kijk, en dit is de outfit. Dus ja, dat is de outfit helemaal. En ik ga zo lekker eten. En dan ja, neem ik jullie vandaag lekker mee. Het zal niet heel veel worden. Ik denk dat het meer van die kleine filmpjes worden die ik ga maken. Dus ik veel plezier. Doei doei. Nou mensen, ik loop nu ondertussen naar werk. En ik spreek jullie later. Nou mensen, wij zijn ondertussen weer lekker thuis. Wij zijn nog net bij opa, de verjaardag van opa van mijn vriend geweest. En dan gaan we dadelijk nog naar de verjaardag van een vriend van mijn vriend. En ik sluit bij deze ook gelijk de weekvlog af. Ik heb vandaag voor de rest niks meer bijzonders. Het is best wel druk op werk ook. En ja, dat was het eigenlijk. Bedankt voor het kijken naar deze week. En like en abonneer. Tot de volgende keer. Doei doei.